In het Antonie van Leeuwenhoek wordt veel onderzoek gedaan naar kanker. En voor een deel gaat het om heel fundamenteel onderzoek. Want als we de biologie van menselijke cellen beter begrijpen, kunnen we ook beter begrijpen wat er zoal misgaat in kankercellen. Inmiddels weten we dat kanker ontstaat door problemen met ons DNA. Het DNA is het erfelijke materiaal dat de instructies bevat voor hoe alle miljarden cellen in ons lichaam moeten werken. En in deze video zal het DNA een rode draad zijn. Elke microscopisch kleine cel in ons lichaam bevat maar liefst 2 meter DNA. Dat ligt opeengepakt in de kern van de cel. Als je de cel zou vergroten tot het formaat van deze afwastijl, dan zou de kern ongeveer zo groot zijn als een tennisbal. En hierin zit dan 20 kilometer rode draad. Je kunt je misschien wel voorstellen dat die draad dus heel dicht opeengepakt moet zitten om te passen. En dat is waar de onderzoeksgroep van professor Bas van Steensel in is geïnteresseerd. Hoe ligt het DNA precies opeengepakt in die kern van de cel? Om dit te onderzoeken hebben zij een techniek ontwikkeld waarmee precies kan worden bepaald welke delen van het DNA de wand van die celkern raken. Dit zou je kunnen beschouwen als de ophangpunten van het DNA. De techniek werkt ongeveer zo. Met behulp van een minuscuul kwastje, een enzym dat ze hebben geleend van de bacterie, brengen de onderzoekers een laagje verf aan op de binnenkant van de celkern. Daarvoor hoeven ze die kern niet eens open te maken. In deze video gebeurt het alleen om de techniek uit te leggen. Laten we DNA dus terugstoppen in de kern en doen alsof het daar de hele tijd heeft gezeten. Als de binnenkant van de celkern volledig is voorzien van een laagje verf, lossen de onderzoekers de wanden van de kern op, zodat alleen het DNA overblijft. Het DNA bevat nu verf op alle plekken waar het de wand van de kern raakte. Hierna ontwarren de onderzoekers het DNA, heel voorzichtig, en kunnen ze met krachtige moleculaire methode precies bepalen waar die verfplekken en dus de ophangpunten van het DNA zich bevinden. En het bijzondere van deze nieuwe techniek is dat voor een eerdere versie ervan 100.000 menselijke cellen tegelijk moesten worden gebruikt. Dat leverde een vrij vaag, gemiddeld beeld op van hoe het DNA in de kern zit. De nieuwe versie is zo nauwkeurig dat die kan worden toegepast op 1 enkele cel. Daardoor kan nu dus worden gekeken of de ophangpunten van het DNA in elke cel hetzelfde zijn of niet. Van Steensel en zijn team hebben al enkele honderden individuele menselijke cellen geanalyseerd. En dit zijn een paar van de conclusies die ze hieruit hebben kunnen trekken. De ophangpunten blijken vrij lange stukken DNA te zijn. Zij lijken dus meer op zoiets als klittenband of ritsen dan op knopen. 15% van het DNA blijkt te bestaan uit vaste ophangpunten die hetzelfde zijn in elke cel. En daarnaast zijn er ook veel flexibele ophangpunten, die van cel tot cel blijken te verschillen. Wat heeft dit alles nu te maken met kankercellen? Het is bekend dat in kankercellen regelmatig stukken DNA loskomen en op een andere plek gaan zitten. Dit heet een translocatie. Maar wat gebeurt er als zo'n ophangpunt van het DNA op een andere plek komt te zitten? Blijft het DNA dan nog wel op zijn plaats? Kan de cel de informatie van het DNA nog wel aflezen? En hoe beïnvloedt dit de manier waarop de cel functioneert? Dit zijn zaken die Bas van Steensel en zijn onderzoeksgroep met deze nieuwe techniek willen gaan onderzoeken.